Oh my gosh, de 1,8 miljoen verlaten villa. Ik ben een gigantisch stuk gereden, of nou niet ik, maar ik ben hier naartoe gereden omdat ik op zoek ben naar een verlaten villa van 1,8 miljoen. Diep in het bos. Ik heb geen idee of die er nog is, hoe die eruit ziet, maar ik ben hier op een plek in België waar ik nog nooit eerder ben geweest, bij een leuk cafeetje en daar is een heel speelparadijs. Ik ben benieuwd of ik hem ga vinden. Diep het bos in. Wish me luck. Ik dacht serieus dat dit een stukje mos was, maar is het gewoon een rups? Ben je ook op zoek naar een verlaten villa? Ik denk het niet, man. En dan loop je richting de verlaten villa en vind je een verlaten printer. En ik blijf het zeggen, je vindt echt de meest merkwaardige dingen hier zo op deze route. Zoals nog een volle rol met duct tape. Oké, ik ben nu bij een soort van poort aangekomen. Er staat duidelijk op jacht verboden, privéterrein. Dus deze route kan ik helaas niet nemen, maar het is hier in de buurt. Ik loop inmiddels al een goede 3 kwartier door het bos heen. En er is geen enkele blijk van een verlaten villa whatsoever. Ik ben natuurlijk nergens doorheen gegaan wat verboden is. Dus ik heb een vreselijke omweg moeten maken. Alleen mijn telefoon is best wel laag in batterij. En de navigatie heb ik hard nodig. Dus ik doe het nu een beetje op intuïtie. Maar het is gewoon vooral heel erg veel bos. Oké, ik denk dat we de villa hebben gevonden. Na echt 1,5 uur lopen. En het is daar. Alleen twijfelen we er allebei heel erg aan of we wel moeten gaan. Omdat we echt het idee hebben dat er op dit terrein meerdere mensen rondlopen om het te beveiligen. En we willen absoluut het risico uitsluiten dat het gevaarlijk wordt of whatsoever. Maar ik wil in ieder geval even een shot kunnen maken. Wat? Ik heb echt het idee dat er iemand is, man. Bro, kom. Wat? Ik weet het heel zeker. Nee, ik weet het helemaal niet heel zeker. Dat is dan weer. Dit is echt letterlijk zo creepy. Oh my gosh, de 1,8 miljoen verlaten villa. We hebben hem letterlijk gevonden. En je ziet ook gewoon dat dit al zo lang leeg staat. Het is helemaal overgegraffiti. Je ziet er nog spullen liggen. En er ligt daar zelfs een schoen. Oh bro. Ik ga heel eerlijk zijn, man. Ik weet niet of we naar binnen moeten, man. Ik weet het ook niet. Ik vind het te gevaarlijk. Ja, ik vind het een beetje tricky, omdat die deur daar is helemaal open, toch? Ja. Staat er iemand of niet? Of is dat een boom? Is dat een boom? Ik weet niet, man. Oh my gosh, het is daar letterlijk door de politie afgezet. Oh my gosh, het is letterlijk door de politie afgezet. Dat is letterlijk een politielint, een officieel politielint. Dat houdt in dat dit dus om wat voor reden dan ook. Oh, luister, even tussen ons, hè. Ik heb op het internet wel serieus gelezen dat hier, zeg maar, enge dingen zijn gebeurd. Of dat hier bespookt zou zijn. De vorige eigenaar zou dit hebben gekocht, echt iets van 50 jaar geleden. En hij zou op een dag letterlijk in dit bos verdwenen zijn. Dat huis is toen helemaal verouderd en sindsdien is er niemand meer geweest. En daar hangt dan nu ineens een politielint. Ja, zullen we gaan dan, hè? Hoe je het niet aan binnen even? Denk dat ik dat durf. Het is te gevaarlijk. Ik denk niet per se dat het gevaarlijk is, bro. Ik wil in ieder geval weten wat daar is. En je weet het, we laten niemand achter, hè, bro? Nee. Alright? Oké, we laten niemand achter. Dat is belangrijk om met elkaar af te spreken als je dit soort dingen doet. Oh my gosh, bro. Dit is absurd. Oké, we gaan alleen niet dat politielint langs. Dat spreken we nu alvast af, oké? Want ik bedoel, dat is heel duidelijk. Durf je? Nee. Ga ik? Ja. Ik heb allemaal spinnenwebben in mijn gezicht. Oh my gosh, dit is gigantisch. Bro, ga je mee naar binnen? Oh my gosh, dit is zo ongelooflijk groot, dames en heren. Neem de wacht, neem de wacht. Als ik zeg ren, dan weet je wat dat betekent, hè? Ja. Zo van, nee, ik weet niet wat ren betekent. Deze villa is zo gigantisch groot. Je hebt daar nog een hele gang waar je naartoe kunt lopen. Dat lijkt wel een sportgedeelte. Je hebt daar nog een hele gang waar je naartoe kunt lopen. Daar is een trap naar boven toe. Dus het is letterlijk gigantisch. En ik heb dus allemaal enge verhalen op het internet gelezen. Bro, dat is de kluis. Ik heb de kluis gevonden. Ja, ik las het op het internet. Want dit zou ooit van een hele grote soort van businessman of zo zijn geweest. Oh, snap. Bro, er zitten allemaal voetstappen op die deur. Bro, waar ben je? Bro. Bel. Gast, nooit meer doen. Kijk die donkere kamer. Schijn eens even bij voor me, alsjeblieft. Oh, wauw. Dit is letterlijk een soort van bergruimte of zo. Oké, snel die kant op, snel die kant op. Oké, dan wil ik alleen eigenlijk nog even hier kijken, man. Want dit is de allerlangste gang in de villa. We moeten het even verkennen, toch, voordat we hier iets gaan doen. Oké, dit is een verlaten kamer. En wat is hier dan? Doe het. Gast, wat is dat? Schijn snel. Hier. Het is letterlijk nog ingericht. En je kunt via die kant ook naar buiten toe. Kijk dan, die deur is hier gewoon letterlijk gevallen. Oké, kijk. Oh my gosh, wat voor kamer zou dit zijn geweest, gek? Je ziet hier letterlijk een hele stoof liggen, een oven. Oh my gosh, een handschoen, een matras. Bro, mensen slapen hier, denk ik, man. En dit is de trap naar boven en hier kun je er weer uit. Hey, je weet wat we gaan doen, hè? Naar boven? Ja. Nee. Het ding is, we zijn allebei echt... Ik tril, hè? Ik shake ja, echt, hè? Ik ook. Ik shake echt. Ik ben zo bang op dit moment. Oh, hier is nog een geheime deur, man. Oh, klopt. Is er een schuurtje? Ja. Oké, maar dat is het minst interessant... Dat is echt een eng schuurtje, by the way. Oké, laten we de bovenkant van de villa checken, man. Eerst deze deur. Heb je licht?
Er is wel een kijkgat, man. Oh, deze deur zit op slot. Iemand heeft er tegen aangetrapt om hem te openen. Gast, misschien is dat een belangrijke kamer in de villa. Oké, daar gaan we niet naartoe, daar gaan we niet naartoe. Schijn hier eens even voor mij, Sjoerd? Nee, dat wordt er niet, want ik kan een beetje inzoomen. Oké. Ik zal hier naar boven lopen, man. Het voelt heel krakkemikkig. We kunnen er beter niet met z'n tweeën opstaan. Ja, ik ben heel voorzichtig. Wacht daar op mij, ja? Dude, je kunt vanaf hier gewoon naar buiten. Dit is niet normaal. Oh my gosh. Dit hele raam is eruit. Dude, dit moet je zien. En het gaat nog hoger daar. Er is daar nog een trap. Bro, je kunt komen hoor. Je kunt komen. Je hebt hier een slaapkamer, ouwe. Oh snap, ben je boven? Ik ga denk ik zo meteen via hier ontsnappen, man. Durf jij vooraan te lopen of niet? Ja, maar jij bent aan het vloggen nu. Dat vind ik een hele goede reden. Oh snap. Oh kijk, deze kamers. Dude, hoeveel kamers zijn hier wel niet? Hier is een kamer. Hier is een kamer. Oh my gosh. Gast, ik ben zo bang. Ik ben zo ongelooflijk bang. Ik vind het een van de engste dingen die ik ooit in mijn leven heb gedaan. Dit is de badkamer geweest. Dit is enger dan gisteren. Dit is veel enger dan wat we eerder hebben gedaan, man. Oh, dit is denk ik een kast of zo. Oké, snel weg, snel weg, snel weg, snel weg. Wat is dit? Oh, hier ligt een stoel. Dat is ook een badkamer. En dan heb je hier... Oh, dude. Hè, hoe kan dat nou? Oh, snap. Kijk, die villa is compleet afgebroken. Oké, snel deze kant op, snel deze kant op. Wat hebben we hier? Dude, dit is zo gigantisch. Kijk, je kunt hier naar buiten. Oh, we zijn toch bij het politielint terechtgekomen. Oeps. Oh my gosh, dit is insane, ouwe. Dit is een van de meest bizarre dingen die ik ooit heb gefilmd. En dan kun je hier nog een keer naar boven. En dan heb je hier waarschijnlijk een soort van chillruimte. Waar je ook regelrecht weer naar buiten kan. Hier heb je een soort van kamer. Ik heb nog nooit in mijn leven iets gevonden wat zo groot en verlaten is. Dit is gewoon letterlijk een mega mansion. En er stond bij dat hij dus oorspronkelijk 1,8 miljoen heeft gekost. Besef hoe ongelooflijk veel geld dat is. Niet daar naartoe, man. Niet daar naartoe, niet daar naartoe, niet daar naartoe. Sorry. Ja, niet daar naartoe, niet daar naartoe. Niet daar naartoe. Ik zie iets raars liggen, man. Oh, dude. Oh, dude. Nee, niet hier lopen, niet hier lopen. Dit is niet goed. Nee, hier kunnen we niet langs. Ik weet niet wat er in die kamer is, maar daar kunnen we niet langs. Daar kunnen we niet langs. Oké. Oeh, ik ben zo bang, man. Dit is gek. En hier heb je nog een hele open haard. Oké, we zijn weer buiten. Nice. Oké, we hebben de villa verkend. Het was gigantisch. En dan is er nog een hutje schijnbaar. Maar kijk even hoe groot deze villa is, ouwe. In the middle of nowhere. Het laatste wat we dus nog hebben, dat is de schuur. En die zit hier. Alleen heb ik daar wel echt ook bad vibes bij. Want je weet maar nooit of er ineens iemand is of zo. Voor alle duidelijkheid, doe dit niet na. Ik doe dit alleen ter entertainment. Niet omdat ik een of andere professional ben. En ik keur ook iedereen zeg maar af om dit na te doen. Het is onverstandig. Ik hoor daar wat. Ik hoor daar wat. Nee, die schuur laten we. Ik geloof het wel. Die schuur geloof ik wel. Het ging immers om de villa, man. Kijk, er is natuurlijk een reden dat de politie die villa heeft soort van afgezet. Ja, niet echt zozeer die villa, maar in ieder geval de trap naar boven. En dat komt denk ik omdat die man van wie die villa zou zijn geweest voor het laatst boven in zijn slaapkamer was voordat hij ineens verdween. En ik zeg het niet graag op die manier, want ik ben er nog en ik ben dus super bang. Maar dat is wel letterlijk het verhaal wat ik op het internet heb gelezen. Oké, ik denk dat we hier wel hebben gezien. Gigantisch verlaten villa. Een van de engste dingen die ik ooit heb gedaan, man. Oef. Ik wil alleen nog één keer heel snel checken. Oh my gosh, dit is letterlijk een gigantische keuken geweest. En dan heb je hier... Oh my gosh, oké. Okay. Oh, wat creepy. Oh, er is hier. Ik ben net weg bij de villa. Nog een soort van eng schuurtje. En dit ziet er letterlijk uit als een schuurtje uit een horrorfilm. Kijk dan. Hebben jullie ooit zo'n... Je kunt er letterlijk naar beneden toe. Oh my gosh, dit is echt werkelijk waar bizar. Oké, okay, ik ben weg, ik ben weg. Ik weet niet wat hier ooit is geweest en waarvoor het gebruikt werd, maar... Adios. En ik denk dat hier iets is ingestort of zo. Want kijk al die dakpannen en deze constructie die er ligt. Dit is echt zo creepy. Mega verlaten. Ik weet niet hoe lang dit hier al ligt, maar ik denk lang. Van een verlaten villa in het bos naar een lekker drankje met een ijsje. Helemaal top. Ja, grappie. Jij hebt er ook zin in, hè, jongen. Oeh, hij wil ook weten wat erin zit. Welk karakter wil jij? Wil je Freddy, Jason, Michael, Chucky? Geen commentaar? Nee, oké, sterk van je. 13 is natuurlijk een ongeluksgetal. Dus er zijn 13 deurtjes waar een pop in gaat zitten. En een pop is dus eigenlijk een klein mannetje. In dit geval allemaal horror-related. En op de 13e verdieping, of eigenlijk de eerste verdieping, maar de 13e deur, daar zit de allerzeldzaamste in. Dat kan zelfs een gouden zijn. Hebben we er zin in, grappie? We hebben er zin in. Ga jij maar lekker op mijn bed zitten. Hij heeft er geen zin in. Oh, hij zit op mijn rug. Oké. Okay. Hoop dat je een beetje kan tegen horror, grappie. Anders ga je dit eng vinden. Oké, okay, het is dus geen promotie. Ik heb dit oprecht zelf gekocht. Het leek me heel leuk om te hebben. En natuurlijk om voor jullie open te maken. Dus laten we gewoon beginnen. Dit is altijd het pijnlijkste voor verzamelaars. Dat moment dat je het plastic eraf haalt. Want dan weet je dat er geen weg meer terug is. Woe, let's go. Oh, snap. Oh my gosh. Dit ziet er zo creepy uit. Ik maak de horrorpoorten open in 3, 2, 1... Oh snap, hey, dit is sick. Dit zijn dus de 13 deuren en we beginnen natuurlijk met de allereerste. Dus let's go. Oké, okay, wat zit erin? Ik ben echt excited. Het is dus gebaseerd op alleen maar horror. Oh my gosh. Het allereerste horror karakter. Wie oh wie gaat het zijn? Het is niemand minder dan... Het is
Freddy! Het is Freddy Krueger, de verbrande man. Hij is super creepy. Ik ben trouwens van plan om al deze mini dingetjes weg te geven. Dus we kunnen 13 winnaars hebben. Oké, daar gaan we. Deur nummer 2. Welk horrorkarakter zit hierin? Oh my gosh, wie is dit? Ik heb serieus geen idee wie dit is. Maar het ziet eruit als een soort van horror bruidsmeisje. Op zich wel een passende vriendin voor Freddy. Oprecht. We zouden de poorten kunnen sluiten. Maar we hebben nog te veel vakjes. Oké, nummer 3. Wat zit erin? Een zakje. Oh, snap. Oké, welk karakter gaat het zijn? Ik hoop Jason met dat hockeymasker. Oeh! Zijn naam is geloof ik Jack. En hij komt uit de horrorfilm The Shining. Een oude klassieker. Dat is eigenlijk gewoon een gestoorde dude met een hakbel die deuren kapot maakt. Welkom bij de fan. Deur nummer 4. Wie of wie zit daar achter verstopt? Het is... Yes! Het is Pennywise! Oeh, dat is een van de zeldzamere. Het is de one and only killer clown Pennywise met zijn mooie rode koep. Deurtje nummer 5. Oké, ik hoop oprecht Jason. Of Annabelle, dat is die horrorpop. Lijkt me ook een hele mooie. Oké, daar gaan we. Het is... Wie is dit? Ik heb oprecht geen idee wie het is, maar het ziet ernaar uit dat hij een beetje extra mag slapen. Deze doos was trouwens super duur, dus dat is balen. En om die reden wil ik iets goeds, dus come on man. Wie zit hierin? Oké, ik hoop Annabelle. Oeh, dit zakje is anders. Het is... Oeh! Het is de Exorcist. Eigenlijk gewoon een bezeten meisje die houdt van overgeven. Ja, het klinkt raar en ze ziet er heel creepy uit. Welkom bij de fan. Nummer 7. Ah. En dit is weer een ander zakje. Die van net was langer. Oh, snap. Ja, we hebben hem! We hebben Jason van Friday the 13th. Yes! Hij ziet er trouwens zonder masker super creepy uit. Moet ik eens een keer een video maken over horrorkarakters zonder hun masker? Laat het dan weten. Deze dude is zo badass. We hebben er al zoveel. Up next is nummer 8. Wie had dat gedacht? Oeh, dit is weer een ander zakje. Let's go. Oh my gosh. Dit is een soort van horrorpiraat met groen haar. Het lijkt wel op de tweelingbroer van de Joker. Misschien is dat het wel. We komen steeds dichter bij deur nummer 13. En die deur is ook een stuk groter. En ik heb dus op het internet gelezen dat daar een hele zeldzame in kan zitten. Maar eerst deur nummer 10. Come on. Wie zit er achter deur nummer 10? Zou jij de deur durven openen als dit erachter zou zitten? Het is letterlijk een vleesetende plant. Ik heb geen idee uit welke horrorfilm, maar deze is echt heel gaaf. Moet ik eens een keer een vleesetende plant kopen? Dat lijkt me eigenlijk best wel dope. Ik geloof dat je die gewoon kunt bestellen, toch? En dan geef ik hem de naam Onkruid. Let's go. Oké, wie hebben we hier? Het is... Annabelle! Dit is misschien wel mijn favoriete. Annabelle is namelijk een daadwerkelijk bestaande pop die bezeten zou zijn. En er zijn natuurlijk horrorfilms op gebaseerd. De twee die ik het allerliefst wou, heb ik gekregen. Nog 3 vakjes te gaan. We zijn nu bij nummer 11. Ik ben trouwens best wel blij dat ik nog geen dubbele heb gekregen. Ik weet niet of dat normaal is, maar... Oh my gosh, The Nun. The Nun is trouwens een horrorfilm die zo eng schijnt te zijn dat sommige mensen letterlijk de bioscoop uitliepen. En als ik zo naar haar kijk, kan ik me dat ook wel voorstellen. Dit is die lerares waar niemand iets aan durft te vragen. De ene laatste alweer. Oh, ze moeten hier echt een deel 2 van maken. Laten we hopen dat dit ook geen dubbele gaat zijn. Wie zit er in het pakketje? Nee! Of nee, wacht, het is geen dubbele. Dit is de eerste die ik kreeg. Kijk goed naar hem. En nu heb ik deze gekregen. Deze heeft een ballon en deze niet. We hebben de Pennywise Twins. Mwah. Dat was raar. Eigenlijk kuste die zojuist zichzelf. Oh, nou, het kan gewoon. Maar, bereid je voor op het allerengste speelgoed ooit. Namelijk kamer nummer 13. Ik ben heel benieuwd wat erin zit. We gaan het openen. Oh, snap. Oh my gosh, er zitten er letterlijk 2 in. Je maakt een grap. Oké, we beginnen met de eerste. Wie oh wie zit erin? Dit is een meisje uit dezelfde film waar die enge dude vandaan kwam. En dit meisje maakt deel uit van een tweeling. En we hebben nog een zakje. Dus... Oh, ja! We hebben de horror tweeling! Yes! Dit is zo sick. De doos is leeg. We hebben alle deuren geopend. Dit was een ervaring. Moet ik vaker horror speelgoed openen, verzamelen, laten zien, opeten? Niet opeten. Dat is dom. Fout. Dat mag. Dat is ongezond. Laat het dan in de comments weten. Ik verzamel sowieso actiefiguren, maar als het enger is, vind ik het vaak ook leuker. En dit was creepy. En de gang is compleet. Horror figures in the building. Oké, ik vind ze allemaal heel gaaf, maar mijn favoriet is toch wel Annabelle. Laat in de comments weten wat jouw favoriet was. En adios.